www.deboodschap.today. Commissariaat pakt Bermen Turkoustraat aan. Het commissariaat Paramaribo Noordoost is met een groep gedetineerden gestart de bermen aan weerszijden van de Turkoweg aan te pakken. Dit optreden vanuit de regering volgt gelijk nadat burgers hun bezorgdheid hebben geuit over de situatie aldaar. De overheid heeft het kritiek vanuit de samenleving ter harte genomen. Normaliter zou het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie deze werkzaamheden uitvoeren. We hebben het al een paar keer schoongemaakt, maar het zou door de daarvoor aangewezen instantie gedaan moeten worden, zegt districtscommissaris Mike Nerkust in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.